Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie mijn boodschappen laten zien. Mijn wekelijkse boodschappen. Voor zover ik die kan doen, ga ik die vandaag aan jullie laten zien. Ik kreeg namelijk de vraag of ik dit wilde doen. En daarnaast was het zo dat ik dit idee zelf eigenlijk ook al in gedachten had om een keer aan jullie te laten zien. En dat komt eigenlijk omdat wij nu nog in de bijstand zitten. En dus van een heel minimaal bedrag moeten rondkomen. En daarnaast woon ik al wel op mezelf. Dus ben ik gewoon verantwoordelijk voor mijn eigen... Om rond te komen, om het zo maar te zeggen. En voor mijn eigen etenswaren en dat soort dingen. Maar ik heb ook goed nieuws. Vanaf 1 december heb ik een baan. Ik ben echt super blij ermee dat ik eindelijk weer gewoon zelf geld kan gaan verdienen. Aan de slag kan. En dat we uit die bijstand zijn. Want geloof me, daar wil je niet in zitten. Dat is gewoon zo'n rompslomp. En nee. In ieder geval moeten we het nu dus nog even doen met wat minder geld. En laat ik aan jullie zien hoe mijn wekelijkse boodschappen eruit zien. Dus wat wij van weinig geld eigenlijk kopen. Ik heb de bonnen er even bij gepakt, zodat ik ook gelijk aan jullie de prijzen kan doorgeven. En ik weet dat dit een video is die wat meer voor misschien mensen is die op zichzelf wonen. En niet zozeer voor de jongere doelgroep die ik ook wel heb. Maar het leek me gewoon leuk om deze video te maken voor mensen die al op zichzelf wonen. En die daarnaast misschien ook een laag budget hebben om maandelijks mee rond te komen. Om die wat inspiratie te geven en gewoon te laten zien hoe wij dat doen. Als allereerst heb ik een brood verkocht. Deze koop ik meestal 1 tot 2 in de week. En dan koop ik gewoon het brood wat het goedkoopste is. En daarnaast toch nog wel lekker is. En dit is een tijgerbruin brood. En ik kijk de laatste tijd toch ook wel naar wat er in het brood zit. Want soms zit er best wel veel rommel ook in het brood. En hier vind ik dat op zich nog wel meevallen. Er zit wel tarwe in. Dus ja, als je glutenallergie hebt, dan moet je dit natuurlijk gewoon sowieso al niet nemen. Maar daarnaast zitten er wel aardig veel vezels in. Nou zit in deze zie ik niet zoveel als die we normaal hebben. Deze heb ik nu van de Lidl. Normaal hebben we hem van de Aldi. En hier zit namelijk maar 3,9 gram vezels in. En normaal zit er bij die van de Aldi 6,7 als ik het goed heb in. Dus dan kun je ook wel weer zien dat dat heel erg verschilt per supermarkt wat erin zit. Het is hetzelfde tijgerbrood in feite, maar er zit gewoon wel weer andere dingen in. Normaal haal ik hem dus bij de Aldi. En daar ben ik gewoon heel erg tevreden over. En die kost net als deze bij de Lidl 95 cent. Ook haal ik altijd ontzettend veel eieren. Dit zijn er echt heel erg veel zoals je ziet. Dit zijn er in totaal, even kijken, 20. En dat komt omdat wij aardig vaak ei eten. En ei is iets wat sowieso heel erg handig is om in huis te hebben. Voor als je 's avonds bijvoorbeeld even geen geld meer hebt om een goede avondmaaltijd op tafel te zetten. Dan kun je altijd nog een boterham met ei. Dat vult gewoon ook behoorlijk goed eten. Ei kun je in het weekend eten gewoon voor erbij. Maar je kunt er superveel mee voor in gerechten. Wat dan ook heb ik het ook vaak nodig. Zoals vanavond eten we pita broodjes met garnalen. En een roerei erdoorheen. Zo'n gerecht van alle handen. Super lekker. En daar gaan aardig wat eieren in. Dus vandaar dat ik deze heb gekocht. En dit zijn 20 stuks. En dan betaal je bij de Jumbo 2,89 voor. En dat vind ik op zich nog wel een hele mooie prijs. Dan kocht ik alvast vissticks in voor de week maaltijden. Per week kijk ik meestal wat we gaan eten. En ik ben wel iemand die graag verse groentes eet. Dus dit eten we dan bijvoorbeeld met verse bonen. En die koop ik dan op de dag nog zelf wanneer we dit gaan eten bijvoorbeeld. En dan eten we eigenlijk gewoon alleen boontjes en dit. En dat is voor ons eigenlijk al voldoende. En deze vissticks zijn ook echt helemaal niet duur. Er zitten er 4 stuks in en je betaalt er 2 euro voor. Normaal denk je, vis is best wel prijzig, klopt. Maar wij eten eigenlijk meer vis als vlees. Want vlees is over het algemeen nog duurder. En deze vinden we gewoon echt heel erg lekker. Dan bij de weekboodschappen heb ik ook bananen. Ik vind het wel belangrijk, ondanks dat we gewoon niet zoveel te besteden hebben, dat we wel gewoon gezond blijven eten. En ook onze dagelijkse portie groente of fruit binnen te krijgen. En bananen schijnen gewoon heel erg goed en gezond te zijn. Ik lees gewoon ook de laatste tijd heel veel erover dat bananen ook goed werken tegen een winterdip bijvoorbeeld, als je er 2 van op een dag eet. En vandaar dat ik bananen meeneem en ik vind ze daarnaast ook gewoon erg lekker. En ze zijn ook handig trouwens om een smoothie mee te maken als je bijvoorbeeld yoghurt hebt of sinaasappelsap erbij en je hebt al een lekkere smoothie. Iets wat er ook bij hoort bij onze wekelijkse boodschappen is water. Wij drinken eigenlijk geen frisdrank. Frisdrank sowieso niet. We drinken wel iets anders, dat laat ik je zo zien.
Maar over het algemeen drinken we gewoon heel erg veel water. En dan neem ik eigenlijk ongeveer 6 flessen per week mee. En dan neem ik gewoon het allergoedkoopste water mee. Want ja, ik vind het persoonlijk gewoon onzin om Bar Le Duc aan te schaffen of wat dan ook. Wat gewoon veel duurder kost. Waarschijnlijk zitten daar natuurlijk wel gewoon andere ingrediënten in die misschien iets beter zijn. Ik weet het niet, maar voor mij is water water en dit smaakt prima. En kost ook nog maar eens 30 cent per stuk. Je betaalt dan nog wel statiegeld erbij, dus dat is heel krom. Dan betaal je 30 cent voor zo'n fles water en 25 cent statiegeld eroverheen. Dus bijna het statiegeld is duurder als het water zelf. Maar goed, van dat statiegeld kun je natuurlijk weer de volgende keer als je weer water koopt, kun je dat inleveren en dan krijg je het weer terug. Nou drinken wij niet alleen water, zoals ik net al zei. We drinken ook ijsthee. Ik heb gekeken naar iets waar gewoon niet zoveel calorieën in zaten, niet zoveel suikers in zaten. En dan kom ik eigenlijk uit bij ijsthee. En dan... Ja, niet de gewone ijsthee, zeg maar dit is dan, even kijken, groene thee, ijsthee en Marokkaanse mint ijsthee. En hier zit 66 calorieën in per glas. Ja, per glas. En hier zitten er 46 in per glas. En als je gaat kijken, dan ben je vaak, als je een glas cola drinkt of sinaasappelsap, dan zit je eigenlijk al bijna aan de 86 calorieën of bijna 100 calorieën per glas. Er zit gewoon veel meer in. Dit is gewoon een van de dranken waar gewoon niet zoveel calorieën in zitten en niet zoveel suikers ook met name in zitten. En dat komt met name ook trouwens omdat ze stevioglycosiden bevat. Dat is een zoetstof en die is gebaseerd dus op stevia. En die zit hier dus in. Vandaar dat er gewoon minder suiker in zit, maar er zit wel een zoetstof dan in. Dan als laatste van deze grote tas hebben we ook melk. Wat we gewoon iedere week eigenlijk drinken of meenemen. En dan met name voor de brinta die ik aanmaak. En mijn vriend eet vaak iets van muesli, krusli. En daar doet hij dat dan bij. Of we drinken het gewoon zo. In ieder geval melk is gewoon altijd handig en hebben we gewoon nodig. En daar koop ik altijd 4 pakken van voor een week. En deze koop ik bij de Jumbo, omdat ze daar het goedkoopst zijn. Heel apart. Ik heb overal rondgekeken. Ja, geloof me, de bijstand maakt je heel erg creatief in dat soort dingen. En wij hebben gewoon magere melk. Vind ik ook gewoon het lekkerst. Heel veel mensen houden niet van magere melk. Nou, ik proef niet zoveel verschil. En je raakt er vanzelf gewend aan. En deze kostte 48 cent per pak. En bij de Aldi en Lidl kosten ze 55 cent per pak. Dus dat scheelt wel weer eventjes een paar cent. Dan door naar de andere tas. En daar zitten voor nu volgens mij eigenlijk... niet echt, niet echt weekboodschappen meer in. Gewoon meer eten en andere dingen. Het frietvet moest bijvoorbeeld weer vervangen worden. Dus ik heb weer een nieuwe frituurvet meegenomen. Die heb ik gewoon bij de Lidl gehaald voor 5 euro, geloof ik. Ja, voor 5 euro. En toen dacht ik kan ook wel weer zo'n eenpans gerecht meenemen. Dit is dan paella. En hier zit eigenlijk wel voldoende in voor 2 personen. Dus voor mij en mijn vriend. En die bevalt ons eigenlijk ook altijd wel goed. Die hebben we al een hele tijd niet meer op. Dus vandaar dat ik dacht, ik koop hem weer. En die is 2,39 euro. Dus dan heb je eigenlijk voor 2,39 euro heb je al een avondmaaltijd. En meestal koop ik gewoon meer in per week. Wanneer ik het rooster van mijn vriend ook weet. Ja, wanneer hij werkt, zeg maar. Dus wanneer hij thuis eet en wanneer niet. Dan kan ik dat van tevoren, kan ik daar rekening mee houden. Maar nu wist ik dat nog niet. Dus moest ik daar even mee wachten. En verder heb ik nog de ingrediënten gehaald die wij vanavond dus nodig hebben. De pitabroodjes had ik al in huis. Ik zag dat de garnalen in aanbieding waren bij de Lidl nu. 100 gram voor 2,19 euro. Wanneer jullie dit zien is die aanbieding waarschijnlijk al voorbij. Maar dat weet ik dus niet zeker. Ik kijk gewoon altijd naar waar is iets in de aanbieding. En... anders haal ik meestal de garnalen gewoon bij de Aldi. Want daar zijn ze dan, als je gaat kijken qua supermarkten, ook nog wel redelijk eigenlijk het goedkoopst. Ook de lenteuitjes haalde ik bij de Lidl dit keer. Normaal haal ik ze bij de Lidl of bij de Aldi. En volgens mij zijn ze dan bij de Lidl het goedkoopst, want daar kosten ze 59 cent. Bij de Aldi volgens mij al iets duurder en bij de Jumbo kosten ze 79 cent. Ik weet inmiddels van bijna iedere supermarkt de prijs uit mijn hoofd, zoals je al merkt. Dus goed. Dit hadden we dus nodig voor de avondmaaltijd van vanavond. Dan de eieren en de slagroom had ik nog van de vorige keer. En dan de pita broodjes dus ook. Dus dan zijn we alweer klaar. En meestal probeer ik gewoon een avondmaaltijd voor ons tweeën klaar te maken. Die zeker wel onder de 5 euro blijft. Want dat is gewoon
een beetje het budget waar we onszelf aan willen houden. We hebben daarnaast ook zeg maar een schemaatje gemaakt dat we 50 euro per week aan boodschappen kunnen besteden. En dus ja, ongeveer 250 euro in de maand. Hangt er vanaf natuurlijk hoeveel weken de maand telt. Maar meestal redden we het zeker wel met 50 euro per week. En daar koop ik dus eigenlijk gewoon de weekboodschappen van. En daarnaast dus gewoon eigenlijk de avondmaaltijd. En dat is het. En als er dan nog geld over is, dan kopen we een keer een chipje of een snoepje of wat dan ook daarnaast. Dat waren de boodschappen die ik dus eigenlijk iedere week weer haal. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. En dan wil ik je hartelijk bedanken voor het kijken natuurlijk. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer terug bij een nieuwe video. Doeg!